Menner. Dit verhaal begint bij een pruikenmaker die achter een kapper aanrent. Hun winkels zijn naast elkaar gevestigd op de zaagmolendrift op een steenworp afstand van het Kranachse bos. De pruikenmaker ziet de kapper steeds aan sluitingstijd in een korte broek voorbij komen en besluit hem op een dag achterna te rennen, niet wetend, niet kunnen bevroedend, dat dit zijn levensloop zal veranderen. Hij holt en kan niet meer ophouden met hollen. Er is een hardloper geboren. Het jaar is 1980. Het middenvertrek van het leven van Rob van Kempen is riant en ruim. Hij doet baanwedstrijden, redt marathons, holt door bossen, stormt over het strand, draait door de modder en snelt over de weg. Ooit bracht hij zijn arm tijdens een cross. De daaropvolgende wedstrijd liep Rob van Kempen 30 kilometer met zijn arm in het gips. Zo'n hardloper. Onvermoeibaar. Onsterfelijk. Al snel begint hij trainingen te geven bij atletiekvereniging PAK. Op dinsdag, donderdag en zondag. Maar in de aanloop naar de marathon ook op maandag, woensdag en vrijdag. De B-selectie bestaat uit dertigers die keihard trainen en snoeihard lopen. Het doel van velen is de marathon onder de drie uur lopen. Wie daar uiteindelijk in slaagt, heeft vaak met zijn huwelijk moeten betalen. Het zijn er vele avonden op de weg... Het zijn de zondagochtenden met een lege plek aan de ontbijttafel. Het is afzien en verslaving. Het is opoffering. De kapper rent ook mee, maar is dit jaar 48 jaar getrouwd. Het huwelijk van pruikenmaker Rob van Kempen is van goud. Maar dat wil niet zeggen dat de mannen geen prijs hebben hoeven betalen. Rob slaat nog altijd zelden een training over, wat betekent dat hij bijna nooit op vakantie gaat. Als de kapper. En de pruikenmaker, met hun echtgenoot uit eten gaan, mogen ze niet praten over hardlopen. Plut op met je pak, zegt de vrouw van de kapper regelmatig. Of, pak heeft mijn leven verziekt. Ik loop sinds een jaar met de B-selectie. De dertigers van toen zijn nu zestigers, maar er is ook jonge aanwas. De trainingen zijn zwaar en soms moet iemand afhaken. De wandelaar en de lifter zijn al, al als bijnaam vergeven. Zelf werd Rob ooit de Plakker genoemd, omdat hij in zijn glorietijd altijd achter zijn concurrenten liep om ze vlak voor de finish in te halen. Misschien is de Banaan de mooiste bijnaam van de B-selectie. Hij behoorde toe aan een renner die stevast rond kilometer 15 een banaan uit zijn legging haalde en opat. Omdat de verschillen tegenwoordig groot zijn, verdeelt Rob de selectie in drie groepen: de snelle jongens, de minder snelle jongens en de groep Theo Cummings, die soms moedersiel alleen achteraan loopt. Die niet medelijden, maar een groot en diep respect, roept zijn starige pas op. Theo Cummings hoopt volgend jaar voor de 35ste keer de marathon van Rotterdam te lopen. Zelf loopt Rob van Kempen geen marathons meer, wel nog baan wegwedstrijden of een cross door het bos. 75 jaar en dan door plassen, door modder en door paadestrond stappen. Zo'n hardloper. Zijn trainingen geeft hij sinds twee jaar vanaf de valfiets, een fluitje in zijn mond om het tempo aan te geven. Ik kom op plekken in de stad waar ik nooit eerder ben geweest. Kades, dijken, dreven en een cirkel vormen gelaan op een bedrijventerrein waar we op dinsdagavond eindeloos rondjes rennen. Afzien en zweten. kortzachtig dromen van een marathon onder de drie uur. De zondag zijn mij dierbaarst als we de stad uitlopen en de morgendouw nog op de weilanden ligt. Het tempo is 12 km per uur, niet slecht. De tred is die van een span paarden, de damp staat van onze lijven en soms weer klinkt briesen. Hij is geen pruikemaker, hij is geen plakker meer. In het verste vertrek van het leven is Rob van Kempen met Menner, koetsier van trouwe renner. Koetsier van de trouwe renner. Ik probeer niet te denken aan de lege plek van de ontbijttafel waar zijn vrouw aan zit. Ik probeer ook niet te denken aan de ontbijttafel waaraan mijn vriendin met de kinderen zit. Vorig jaar ontving Rob van Kempen van zijn renners een dekbed overtrek met een groepsfoto erop. Ik moest aan mijn schoonvader denken, die mineralen verzamelt. Het hele huis staat vol met kristallen en stenen. Ze staan in de woonkamer, de keuken, het toilet, de badkamer. Al in de slaapkamer komen ze niet binnen. Daar heeft mijn schoonmoeder een stokje voor gestoken. Bij Rob van Kempen thuis komen zijn hardlopers wel in de slaapkamer en slapen ze zelfs in hetzelfde bed als hij en zijn vrouw.